vraag jezelf ook wel eens af wat er gebeurt in de battlebus van Fortnite? Ik namelijk wel, maar wat er gebeurt in de battlebus, daar gaan wij vandaag achter komen. En ik kan je nu al vertellen, er gebeurt meer dan je denkt. We zijn hier namelijk aangekomen in de battlebus van Fortnite. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? We hebben hier iemand met een lunchpakketje met een lekker stukje pizza in de battlebus. En wat hebben we hier? Wat doet zij er weer? Zij heeft allemaal ijsjes, omdat ze natuurlijk van ijs gemaakt is. En dat is het grote ijsje. Oh my god. Kijk dan hoeveel mensen er nu al in de battlebus zitten. Dat is niet nor freaking maal. En oh, we hebben een schattig konijntje er ook nog bij. En dat konijntje zit echt zo te kijken van... Hallo, hoe gaat het ermee? Dit is geniaal. Oh my god, hij heeft gewoon bloemen voor... Nee, dat vinden ze niet leuk. Oh my god, dat hondje is aan het ijsje aan het likken. Oh my god. En dat ijsje gaat nu helemaal trippen van, oh, waarom eet je mij op? En die hond zit zo te kijken. Oh my god. En we hebben hier Pili. En Pili is lekker zijn Pili dansje aan het doen. En daar hebben we de Wukong skin. Een van de eerste legendary skins in Fortnite. En de Wukong skin stinkt zo erg uit zijn adem dat hij nu Pili kan opeten, letterlijk. Oh my god. We hebben hier iemand en die wil even een selfie maken met de lama erbij. Maar we hebben hier een Durburger staan. En deze Durburger die kijkt heel raar uit zijn ogen. Oh! Hij heeft ineens een knuppel. Oh nee, wat wil hij doen? Wil hij de lama kapot slaan voor goede loot? Wat is dit? We hebben hier iemand en die is lekker aan het springen. Deze persoon is heel vrolijk. En oh, daar ging ze. Oh my god. Die is op... Oh, ze is over Pili gevallen. Oh my god. En wat hebben we hier? We hebben hier de ballonskin. En de ballonskin moet op mensen blijven. Oh nee! Nee, ze hebben gewoon de ballonlek gestoken. Oh my god. En daar hebben we Jonesy. En dit is denk ik T-View. En T-View die gaat lekker uit de bus springen met zijn gaming laptop. Klik natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog en op die abonneerknop hier beneden voor meer van dit soort video's. En gebruik natuurlijk ook code AlexKlein in de Fortnite item shop. Maar nu dat allemaal gezegd hebben, laten wij maar weer verder kijken naar wat er nog meer gebeurt in de battlebus. Daar gaat de battlebus. Maar wat gaat er deze keer allemaal gebeuren? We hebben weer allemaal nieuwe skins in de battlebus. En zij is lekker aan het dromen. Waar is zij over aan het dromen? Oké, ze is aan het dromen dat ze alleen in de Fortnite Battlebus zit. En wow. Oké, dit is eng. Dit is eng. Er komen allemaal enge hondjes naar boven. Er komen nog meer. Er komen nog meer van alle kanten. Ze heeft een nachtmerrie. Oh my god. Ze heeft een hele erge nachtmerrie. Gaat ze wakker schrikken. Oh! Ze werd gewoon wakker geslagen. Oh my god. Oh, we gaan nu naar Tilted. Oké, we gaan naar Tilted. We zijn dus nog in de oude map van Fortnite met deze battlebus. Er zit een bom naast je. Ze ziet nu pas dat die bom ook aanstaat. Waarom staat die bom aan? En die bom zit echt zo om zich heen te kijken van... Oh, wat is er allemaal aan de hand? Ze doet haar oren dicht. Oké, het lontje is afgelopen. De bom is niet ontploft. Oké, dat is een hele rare bom. Wat hebben we hier? Wat is dit? Huh? Een hamburger? Wow! Hij haalt gewoon allemaal eten uit zijn baard. Omdat er zoveel dingen in de baard zitten van de oude Jonesy skin. Dat is geniaal. Kijk dan wat hij allemaal... Wow! Er zit gewoon heel iemand in zijn skin, in zijn baard verstopt. Die is gewoon meegesmokkeld op deze manier in de battlebus. En zij is nu aan het kruipen. En Jonesy zit echt te kijken van... Zat jij al die tijd al in mijn baard? En we hebben hier iemand met een cactus speelgoedpoppetje. En dit is de echte cactus. En wat is ze aan het doen? Oh nee, ze... Wat? Als ze daarop tikken, dan krijgt zij ook die tikjes. Dat is zo apart. Huh? Wat de heck? Doe die cactus eens niet... Oh nee. Dat is een echte cactus. Oh nee. Zij probeert het nu na te doen. Maar ze zit van, ja, deze cactus is niet zo heel leuk om mee te spelen. Wat heb je hier? John Wick is de bus driver. Zij is op geheime missie. Dit is een spion. En John Wick bestuurt dus op dit moment de bus, de battlebus van Fortnite. En zij gaat er langzaam op aflopen. Zij loopt nu naar John Wick. Oh, nee. Niet de bus driver. Gaat ze de bus driver neerslaan? Dat zou ik niet doen als ik jou was. De bus driver moet je namelijk nog op de grond zetten. Dit is al een hele lange slow motion. En John Wick staat er... Huh? Wow. Hoezo komt er nog een John Wick aangelopen? Waar komt die andere John Wick vandaan? Die John Wick zit ook echt te kijken van... En zij zit zo van... Hallo? Hoezo blijft ze zo lang in slow motion? Ze wordt gewoon uit de bus geduwd! Oh my god, ze gaat nog steeds in slow motion. Ze valt letterlijk gewoon in slow motion uit de bus. Oh my god, dit is zo apart. We hebben hier, Bigfoot! En van Bigfoot worden allemaal foto's gemaakt. Dat het bewijs is dat Bigfoot daadwerkelijk bestaat in Fortnite. En ze zijn hem aan het uitlachen voor zijn grote voeten. Oh
Oh, nee. Kijk uit voor Bigfoot, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben hier de Doggo skin. En wat is de Doggo skin allemaal aan het doen? Hij zit een beetje om zich heen te kijken. Oh, nee. Hij heeft een steekje gezien. En die wil die opeten. Hij krijgt al watertandjes natuurlijk. Hij wil hem gewoon opeten. Kijk dan hoe lekker dit eruit ziet. En ineens is de steek weg. Oh, hij ligt nu op de grond. Wat hebben we hier? We hebben hier iemand. En dit lijkt op een filmset. En wat gaat zij allemaal doen? Ze heeft een brilletje opgedaan. Hij heeft een paraplu. Gaat hij dit gebruiken als glider? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. We hebben hier ook nog een baseball. Oh, wow. Wat zijn ze allemaal aan het doen in de battlebus? Oh, hij heeft gewoon een shotgun in de battlebus. Hij vindt het niet zo leuk als mensen zijn balletje afbakken. Dat is één ding wat zeker is. Oh! Ze krijgt ineens een Chuck Splash op haar hoofd gegooid. Oh my god, wat? Allemaal flamingo's vliegen hier buiten. Dit is geniaal. En ze doen nog even je sonar. En wow, oké, dit is een hele rare skin. Deze skin heb ik nog nooit, maar ook echt nog nooit gezien in Fortnite. We hebben hier een nieuwe bus driver. Dit is de bus driver van Stranger Things. En daar komt het monster van Stranger Things aangelopen. Wow. Oh my god. En we hebben hier ook nog een vossenskin. Er gebeurt zoveel in de battlebus. Dat is niet normaal. En wat staat er hiernaast? Huh? Wat is dat? Wat doet dat tonnetje daar? Oh! Hij krijgt hem ineens tegen zijn hoofd gegooid. Ze willen zijn vissenkom openmaken of zo. We hebben hier ook nog allemaal sushi. En deze man gaat lekker. Oh, ze willen vechten voor de sushi. Waarom willen ze vechten voor de sushi? Oh my god, dit zijn ninjas. Ninjas willen vechten voor de sushi. Maar wat gaan ze doen? Oh, kijk uit met dat zwaard. Oh, je weet niet wie je nu uitdaagt, meneer de ninja. Oh my god, deze oude man gaat vechten met zijn stokjes. Oh my god. Hij vecht gewoon tegen twee mensen met een zwaard. En met twee eetstokjes. Oh, hij gebruikt zijn sushi. Wow. Die sushi was heel hard. En zij is heel bang nu. Wow. Oké, dit is een hele enge skin. Ik snap wel dat je daar bang voor bent, Bright Bomber. We hebben hier ook nog iemand en ik zit lekker te genieten van haar kauwgom. Ze blaast nog eventjes een belletje, alsof het niks is. En wow, die wordt groot. Die wordt heel groot. Gaat die nog groter worden? Gaat zij voor het wereldrecord bellen blazen? Hierachter in de battlebus. Oh, nee. Jonesy heeft een puntig voorwerp. Kijk uit voor Jonesy. Oh my god. Nee, Jonesy, zo kan je niet zijn. Oh my god, dat is allemaal kauwgom. Wat eruit. De battlebus komt. We zijn terug bij Stranger Things. En we hebben hier... Gaat hij nu vechten met het monster? Ik ben er benieuwd naar. Dus is het monster nog? Wow. Wat gaat er gebeuren? En ineens zijn er dino's op de battlebus. Ineens zijn we doorgegaan naar Jurassic Park. Oh my god. Wat hebben we hier? We hebben hier weer de battlebus. En wow. Nee. Het monster is terug in Fortnite en klimt op de battlebus. En we zijn nu terug bij het begin van chapter 2. En wow, dit was een hele vette animatie. De battlebus kwam daar letterlijk uit. En Jonesy zit nu te kijken van, huh? Waar zijn we nu? Oh my god. En Jonesy zit lekker om zich heen te kijken. En Jonesy is op zoek naar een vriendinnetje. Dat kan je wel aan hem zien. En hij zit zo te kijken van, dat misschien vindt Jonesy dat wel wat. Wie weet. En we hebben hier nog een skin. En die zegt, dit was je masterplan. Dit is dus hoe de nieuwe map van Chapter 2 tot stand is gekomen. Door deze twee skins en natuurlijk de visitor skin. Oh my god. Ze zijn nu letterlijk over de nieuwe map aan het praten. En ze vinden zichzelf nu een idioot, omdat ze gewoon alleen maar naar een nieuw eilandje zijn gekomen. Oh, howdy cowboy, we hebben hier iemand. We hebben hier een cowgirl en we hebben een... Oh, nee. Daar gaat je lama. Oh my god, echt, wat gebeurt er allemaal in deze battlebus? Dat is niet nor flippen maal. En we hebben hier nog een skin, een chapter 2 skin. En zij zit te kijken van... Oké, wat doet zij? Zij zit er een beetje eng bij. Ze zitten nu met z'n tweeën te kijken. Is ze oké? Zegt de Renegade Raider. En wow. Dat is eng. Dat is heel eng. Die Renegade Raider zit ook echt zo te kijken van, dit heb ik nog nooit gezien in de tijd dat ik leef. En de Renegade Raider leeft natuurlijk al heel lang als een van de eerste Fortnite skins. Looks like this training's really paying off. No one's gonna be able to hurt me in battle. Wat gaat zij doen? Ze heeft een controller. Oh my god, ze staat op een controller en daar struikelt ze over. Heb je een medkit nodig, zegt ze ook. Oh my god. Oh, dat is de medical ook nog. Superleuk. En we hebben...
We hebben geen busdriver. Waar is de busdriver gebleven? Oh, dat is Jonesy. Is Jonesy de busdriver deze keer? Jonesy liet ons schrikken. Wat hebben we hier? We hebben hier de kerstskins. We hebben hier de kerstskulltrooper. En je gaat me toch niet vertellen dat hij naar beneden valt? Oh nee, hij heeft zijn been nog vast. Neem hem mee. Alsjeblieft, een kerstcadeautje. Oh my god, ze geven elkaar gewoon lekker een kerstcadeautje in de battlebus. Oh! Er zit gewoon een Monk skin in. Oh my god. En die springt ook uit de battlebus. Gaat lekker muziek maken. Oh my god. Dit is geniaal. Alleen wil ze het niet aanhoren. En ze hebben bush items nog in de battlebus. Oh, ze struikelt over het bosje. Oké, de mensen van deze video. Klik natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. En klik natuurlijk op je abonneerknop hier beneden. En dan zie ik jullie over de kant weer bij de volgende video. Later.